Goedenavond, daar zijn we weer. Dat is dat motorblokje waar ik eigenlijk niet verder mee wilde. Maar ik was eigenlijk toch benieuwd van wat ik allemaal tegen zou komen. Dus we trekken het gewoon uit elkaar en dan gaan we zien wat het wordt. Oké. Zo. Eens even kijken, wat is dit? 15, 16, 14. Dat is het nadeel, als je veel dingen achter elkaar sleutelt en je ruimt niet op, dan gaat het fout lopen met je gereedschap. En daar worstel ik nu even mee. En nu ben ik 14 kwijt. Nee, is weer te vinden gelijk. Shit. Waar is dop 14? Hoppakee, hier heb ik nog een dopje 14. Zo. Die is verbrand. Wat hier is gebeurd weet ik niet, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij Honda. Echt met die zooi. Die zit wel heel dik in de olie. Voor mij is het ook een slecht teken en hier zie ik vocht zitten. Hoort ook niet helemaal. Nou, gaan we kijken. Oh ja. Zo kan ik ook een koppakking monteren. Toch heeft hij gelopen. Ik zie weinig aanslag. Ietsjes te rijk. Maar er is wat vreemds met die koppakkingen aan de hand. Die zijn hergebruikt. Die hebben ze er gewoon weer tussen geplakt. Denk ik. Er is iets geks mee. Wat kan ik niet 1, 2, 3 uitleggen? Maar hij was dicht, denk ik. Die zit verkeerd om. En één sleper is toch verrot. Het ziet er op zich niet verkeerd uit wat ik nou zie. Nou hoop ik dat de rest ook goed is. Hier hetzelfde verhaal, hier heeft hij beter gelopen. Hij is hier wat lichter van kleur, wat heter geweest. Er staat iets te rijk afgesteld, maar er zit heel veel troep hier tussen. En het lijkt wel alsof ze de pakkingen er opnieuw tussen geplakt hebben en dat hij toch even dicht is geweest. En daar zit mayonaise, noem ik dat. Dat wil zeggen dat er toch lekkage was, maar heel weinig. En dan zal het hier zijn geweest, de pakking is ook slecht. Hoe ze het hebben gedaan, weet ik niet. Ik kan het niet helemaal uitleggen. Verklaren. Het lijkt erop dat de zuigere veren dus nog redelijk zijn. Als dat zo is, gaan we kijken wat we nog kunnen redden aan het motorblok. Die trekken we er ook even uit. Waar zijn we doeken? Een van die cilinderkoppen is sowieso kapot. Die gooi ik toch weg. Dat is mijn uitgelopen gat. Voor de kleppendeksel. Zo.
kijken. Is dit op je 10? Het lullige is, dat motorblok heeft weinig kilometers gelopen en is verneukt door sleutelwerk, wat niet had hoeven gebeuren. Door verkeerde manier van sleutelen is de boel gewoon verneukt. Plaats mijn speciale tangetje, een speciale schroevendraaier. Ik had het eerst op moeten ruimen. Nou, valt lekker zo vanavond. Ik ga kwijt. Het schiet echt niet op zo. Nou, ga ik eerst wat anders loshalen. Wat is dit? Ah, hier heb ik hem. Hop! Als je hem er nou uithaalt, dan zet je die veertjes en dingetjes. Oeh. Het veertje er gelijk even op zo. En hier. Hij kan nog. Er zit vuiligheid op. Echt vettigheid, vuiligheid. En die tweede, die kan ook nog. Dus die is ook nog te gebruiken. Gewoon gelijk in een bad met benzine. Gelijk schoonmaken. Wie weet. Deze kan niet meer gebruikt worden. Nou, gaan we kijken. Hier zit een slijtageplekje in. Daar had je best nog mee kunnen rijden. Dat had je niet geweten. Maar nu ik het weet, gooi ik deze eruit. Die andere. Die kan wel. Die is nog wel te gebruiken. Zo. Hopla. Zijn we toch weer wat verder. Nou, die kan die rots er ook uit, want ik wil hem spoelen, het hele blok. En dan bouw ik hem straks gewoon weer opnieuw op. Kijk, want dan bende je, dat is helemaal vies. Even kijken, luchtsleuteltje. Dopje 12. Ik ben even lomp. Ik heb even een beetje haast met dit blok. Sorry dat ik het zo zeg. Eigenlijk kwam mij dat beroerd uit om een heel blok te sleutelen. Het is niet anders. Soms heb ik het ook niet goed. Pas er voorop als je. Ja, vieze bende. Met de luchtsleutel en kurusje bout aanbrengen, hè? Dus pas daar voorop. Vieze zooi, nog steeds komt er olie uitzetten. Ja, de vloer is maar toch wel smerig. Kijk, en dat noem ik prutsers. Waarom zit er hier een andere bout in? Waarom? Als je iets uit elkaar haalt, dan zet je het weer in elkaar met hetzelfde boutje. Maar schijnbaar is dat te moeilijk. Ze zit daar een imitatieboutje in. Wat ik niet wil zien. Op de koppeling wil ik maar origineel en de juiste lengte en niet anders. Wat ik nou doe is tricky, hè?
ringetje erachter. Ik heb geen idee waarom, het zal maar wel. Lipsleutel. Oh, ik moet straks zo een truc zo maken hier. Even kijken, die moet ik hebben. Ja, oplettende kijker had het kunnen zien, hè? Kijk of het bij elkaar geraakt is. Wat een drek, zeg. Jongen, jongen, jongen. Oh, let op de versnellingsbak. Die komt er al uitzetten. Dat kan. De versnellingsbak kun je er vrij makkelijk uitpakken, mits je maar de spulletjes los hebt, die los moeten zijn. Veertje erachter weg. Zo, dan gaan we eens even kijken, hij staat in de juiste standpositie. En nou wil hij niet mee, ja, kom maar. Niet bang wezen, er valt altijd wat. Zet hem ervoor neer. Tandwiel zit scheef, maar dat geeft niet, dat weten we nu. Hebben we een ring over, die zetten we daar overheen. Daar zit nog een ring op, dan komt die daar te zitten met een andere ring. Oep, blijf staan. Dan mag er niet vandoor, hè. Ja, oké, hij is eruit. En ook hier is het gigantisch teerbende. Zo, ik even kijken hoeveel minuten ik nog kan filmen. Nog een paar minuutjes. Ook dit zetten we maar even aan de kant. Kunnen we wel weer gebruiken. Versnellingsbakken zijn erg sterk van een CX. Dus die redden het vaak wel. Ik heb ze eigenlijk nooit echt kapot gezien. Vieze binder. Zo, hier laat ik het even bij, want het filmpje zit vol. Zuigers ga ik straks nog uithalen. Motorblok heeft op zich
bijna kilometers gelopen. Dit voelt eigenlijk goed aan. Dus in hoop van zegen moet dat goed zijn, maar zo niet, dan passen we het aan. We gaan kijken. En het blok vooral schoonmaken. En dat betekent dat ik hem in een bak met benzine zet en gewoon met de kwast schoonmaak. En dan weer rustig opbouw. Tot zover. Fijne avond verder. Tot ziens.